Deze beschouwing over racisme. En dan dat we er de tijd voor nemen. Ik vind tijd erg belangrijk. Ik vind het ook belangrijk dat je die tijd neemt. Om erover na te denken. En daarbij helpt het om te luisteren naar iemand. Die er ook over aan het nadenken is. En dan. Uh, daar steek je dan weer wat van op. Ik zit nu net te kijken naar een. Uh, filmpje en dat luidt. freak out, dubbele punt. Woman enraged that business selling tea. Is is not, black owned. Dus, uh, een vrouw gaat uit haar dak over het feit dat een winkel die thee verkoopt niet het eigendom is van negroïde mensen. En dat is iets om je over op te winden. Ik zou niet weten waarom eigenlijk. Maar ja, deze zaken spelen. Om het maar grappig te zeggen, die vrouw is al waarschijnlijk, uh, die ze uit het dak ging, van ja, vroeger waren er allemaal negen of ieder mensen en die gingen de thee verbouwen en die gingen die blanke mensen het verkopen. En, en nou moet het andersom. Nou mogen alleen wij thee verkopen, want wij waren de mensen die vroeger thee aan het verbouwen waren. Hij heeft ze wel een punt hoor. Maar waarom zou dat moeten stuivertje wisselen? Na zoveel jaren. Waarom? Ja, Piri, maar slavernij, dat kan echt niet. Nou, daar ben ik helemaal niet met je eens. Slavernij kan wel. Of sterker nog, het is eigenlijk wel de bedoeling dat slavernij als een soort donkere wolk boven de maatschappij hangt. Van ja, je gaat je wel gedragen en anders word je slaaf. En er is op zich helemaal niks mis mee. Er waren wetten voor slavernij, slavernij was algemeen in Europa. Dus uh, Athene, waar iedereen het over heeft, en de Demoskratie. Demos is volk. Dus het, het volk is dan de baas. Ja, dat ging om 1% van de bevolking. Met homoseksuele mannen zoals Socrates. Een soort Pim Fortuyn van die dagen. Nee, dan vond ik Pink Fortuyn leuker. Moet een. Nee, dat... hey, Pink Fortuyn dat is leuker dan Socrates. Maar nou, je snapt toch een beetje hoe Athene in elkaar zat. En de rest dat was allemaal slaaf. En waarom waren die slaven in Athene? En niet alleen Athene, hoor, maar overal. Waarom waren die slaven daar? Ja, omdat ze die slaven nodig hadden om dat werk te doen. Anders wilden ze die mensen niet in de stad. Dat snap je er ook wel? Als je niet werkt, ga je opzouten. Dus zo was het in die dagen. Zo werkten de steden. Zo werken de steden. Zo werkt de staat. Ik slaven. En er zijn handboeken gevonden voor slavernij. Regels, wetten zelfs. Een slaaf had een eigen ruimte om te slapen met een raam op het zuiden. Dus je mocht geen slaven houden die niet een raam op het zuiden hadden. Dan kwam er iemand bij je langs en die zei: hey, uh... Maar ook was het zo: van, ja, doe dat nou niet. Dan straks wordt hij slaafziek. En wat moet je dan? Wil je een nieuwe kopen? En dan ga je zeggen: die vorm van slavernij, uh, dat zie ik niet zitten. Nou, dan vraag ik jou om te kijken naar de Nederlandse samenleving. Met dat, of de Nederlandse samenleving, de, de westerse samenleving, met fraaie begrippen als mensenrechten. En wat slaat dat op? Toch? Wat voor recht hebben wij volgens de wet? Volgens mij heeft de wet helemaal niks te zeggen over mijn rechten. Dat bepaal ik even liever zelf. En als slaaf in Athene had je recht. Op een raam op het zuiden, heb je? Dat waren zeg maar mensenrechten. En wij noemen die mensen noemen wij dan slaven, omdat ze niks te zeggen hadden. Maar kijk naar de westerse Europese maatschappij. Wij hebben ook helemaal niks te zeggen. En we blijven maar hameren op onze mensenrechten. Snap je? Dus wat is slavernij? Kijk, een correcte vorm van slavernij is... dat als iemand over de schreef is gegaan... en er besloten is dat uh, uh, de vergoeding dient zoveel te bedragen... en de strafmaat dient zoveel te zijn... want we willen het echt niet nog een keer dat hij dat doet... Huh? En zo iemand heeft dat geld niet. Dan uh, werken, dacht ik, hè? Ik heb het geval gehad dat ik een, een goede vriend... ...geld, uh, nou niet geld heb geleend, ik heb... Uh, ...ik was een soort katvanger voor zijn auto en... ...dat deed ik puur uit medelijden met die vent... Een hele geintje, dat heeft mij 7000 euro gekost. En hij lachte me gewoon uit. Hè? Hij zei: weer, Ja, als ik het geld niet heb, hoe kan ik het jou dan betalen? Dan zijn we toch klaar? We hadden toch ooit afgesproken dat jij heel veel voor mij zou doen en dat ik het in principe niet hoefde terug te betalen, alleen maar als ik het geld zou hebben. Nou, ik heb het geld niet. Dus dan hoef ik jou toch niet terug te betalen. En nou is die man dood. Is uh, jong overleden. En de wetgeving dacht niet. Ik zat daar toiletten schoon te maken in de gehandicapte zorg. En dan hem proberen te bellen. Kan je nou een keertje komen met Poen? Ik zat te springen om tientjes... Ja, toch. 7.000 euro. En heb ik nog een advocaat ingeschakeld? Dat kost hem ook nog uh, 500 of zo. Ja, die poem ben ik ook kwijt. Dus waar is het, uh, het ouderwetse lekkere begrip? Want je krijgt nog geld van iemand, dan is het ding dong. En als je dat niet open doet, dan wordt hij opgehaald. En dan gaat hij de mijnen in, of dan gaat hij toiletten schoonmaken, of de straat vegen, maakt niet uit. Vaste uren draaien. Geen alcohol, geen tabak, heb je niet nodig. Ja, het mag wel, maar dat, dat wordt dan wel ingehouden op je loon. Hoe wil je het zeggen, op je schuldenafbetaling. Ga je ook nog roken? Ja. Dan moet je langer slaaf zijn, snap je? Gewoon betalen tot de laatste cent. Wat is dat nou? Dat is slavernij. En dan heb je nog die twijfelachtige. Dat is als er een oorlog is. dat dan degene die gewonnen heeft. ja, als die zich gewoon terugtrekt. En laat dan de overlevenden daar maar een beetje in het dorp scharrelen. Dus alle, alle, alle huwbare mannen, of strijdbare mannen. Je hebt, alles, je hebt alles gewonnen. En dan trek je je terug. En dan laat je ze hem even bekomen. Ja, dan komen die luid terug, dacht ik. Dus, wat doe je in zo'n geval? Je neemt het hele gebied over... En iedereen die nog in leven is, die is uh, slaaf. Ja. Ik vind dat dat nu kunnen hoor. En dat ben ik dus eens met Mozes. Dat, dat, dat boek Numeri. Daarin uh, er is een heel verhaal met een ander volk, en dat. Die heet in, dat, ja, in de King James de Midianites. En in eerste instantie moet het allemaal maar kunnen. En dan komen er problemen. En die worden erger en erger. En toen heeft Mozes gezegd tegen zijn volk, of Gods volk, volk Israëls: Mozes zei: Het is genoeg geweest. Zo. Duizend man per stam. En Mozes zei, en zo hoort het ook: uh, opruimen, niks overeind laten staan. Geen levende kip meenemen, uh, geen buit, helemaal niks. Nul, nul buit. Niks, alles dood, alles weg. We hebben het gehad met die lui. En toen kwamen de, die, die kwamen terug. Van, ah, nou, we hebben lekker gewonnen. En toen hadden ze. De, toen hadden ze, hadden ze oorlogsbuit meegenomen. Dus alle, alle bejaarden en alle strijdbare mannen. dat, dat was allemaal netjes afgeslacht. Maar alles wat er leuk en schattig springend uitzag. dat had men meegenomen. Waarom Mozes zei, want uh, ja, maar zo zijn we niet getrouwd. En toen heeft Mozes gezegd, en het ben ik met hem eens, dat hij zei, behalve van de oorlogsbuit, het menselijke waren, alles afslachten. Behalve hele jonge meisjes, waarvan je zeker weet dat ze nog geen sekstoestanden hebben gehad. Want dat deden die media niet er namelijk. En die kleine kinderen worden er helemaal knettergek van. Dus als je een jong meisje hebt met het maagdevlies is kapot, ja helaas... Dan kunnen niet nog een psychiatrische patiënt hier erbij gebruiken. Geen maag meer, huppakee, jammer naar mij. En dan moest het onder, echt heel jong, 6, 7, 8 jaar of zo. Het klinkt hard, dat, dat weet ik. Maar je hebt het over media niet, hè? En die stonden er onbekend. Met hun uh, alles moet maar kunnen gedrag. Het leven is dus de hemel op aarde. Maar dan moet je er wel van genieten. Ja, ja. Nou, je kan zeggen: die, die kleine meisjes die door Mozes in leven werden gelaten, die, dat waren dus slaven. Ja. Ja. Hmm. Maar er stond verder in daar wat Mozes zei: van, de, 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 Neem die kinderen tot je. Of zoiets. Neem die meisjes tot je. Neem ze tot je. Zie maar wat je ermee doet. Ze zijn, on, niet, niet, ja, ze zijn onschuldig. Daar ging het om. Een onschuldige lui. En dat komt uit een volk met, met een vreemd gedrag. Onacceptabel gedrag. Nou, die vinden eigenlijk ook wel, dat vind ik wel een goede vorm van slavernij. En waar jij en ik in leven in Nederland, dat is. dat is slavernij. In de. in de zin van. Uh, zoals het ook in de Bijbel staat. met die frase. Uh, by the rivers of Babylon the we sat home yeah, hey we wept when we remembered zion tu du du paree di ta ti ta ja dat daar zitten we in eh uh, we zitten bij de rivier van Babylon. Wij zijn slaaf. Allemaal. Wat men doet, is uh, het privébezit. Dat wordt. wordt geknibbeld, verknipt. Ge, dit is niet goed, dat gaan we anders doen. Dat gaan wij wel even regelen. En vergeet de natuur niet. Oh, 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 de gestreepte rijstvogel. Nee, dat kan niet. Dit is van ons. Want natuurmonumenten. Het is niet van ons, snap je? Dat kan nooit meer van ons worden. Al die grond die naar natuurmonumenten is gegaan. Ja, je mag blij zijn als je daar straks een stuk van mag pachten. En dan ben je een horige. Als dan natuurmonumenten dat land verkoopt, dan word jij meeverkocht. Een horige heet dat. En we hebben een tijd gehad hier in Nederland. met nogal wat mensen die. Want landbouwgrond ook heden ten dagen. landbouwgrond per vierkante meter. is goedkoper dan laminaat. Dus vijf euro per vierkante meter. Maar we raken het kwijt. Want je kan die landbouwgrond al kopen. Maar dan gaan ze lopen, sch lopen vervelend doen over het feit dat die beesten met hun poep en pies. dat het zo stinkt. Of whatever. En het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. hè. Ik had een zusje, nou, ik heb nog steeds een zus. Maar ik had dat mijn zusje. Die zat op de dorpsschool in Groningen. In Sauwert zat ze. En ik zat op de. Het VWO in de stad Groningen. En zij zat op zo'n dorpsschooltje. En daar leerden ze dan ook een vriendinnetje kennen. En dan ging ze dan wel eens spelen. Dan kon ik ruiken. En dan kwam mijn dochter. Mijn dochter, dat zeg nou. Nee, dan kwam, ze lijkt op mijn dochter, op mijn dochter lijkt dat haar. En uh, dan kwam ze binnen wandelen. Ik was dan toen 16 en dus zij was 12. Zeventien, ah, 17, zei zo. En Dan kwam ze binnen wandelen. Uh -huh. En dan stonk ze. En dan wist ik al dat ze daar geweest was. En wat stonk ze naar? Ja, koeienpis. Ja, vind je het gek? Je moet eens kijken wat een koe aan water binnenkrijgt op een dag. En, en allemaal stikstof. En, en er wordt, uh, wordt biks bijgevoerd aan de koeien. Ja, de vraag is, hoeveel moet je dat doen? Want als je dat te veel doet, dan word je koe er ziek van. En dan gaat de overheid zich ermee bemoeien. En dan gaan ze dus nu zeggen tegen die boeren... Ja, van september tot en met uh, nee, december uh, mag je je koeien geen biks meer voeren. En waarom niet? Oh, in biks zit uh, stikstof. Hè? Dus waar die, oh, dat sla ik even over. Maar ureum, dus die pis... Dat uh, is stikstof. Dat is het centrale ding van ureum. En als jij. Uh, do, doe maar een experiment. Uh, ga maar uh, op een dag uh, eet je helemaal geen eiwit. Moet je voor de gein eens doen. Dan moet je eens kijken naar de kleur van je plas. En dan ga je in een avond uh, ga je lekker uh, even inhalen. Dan doe je één dag je ontkalken. Eet je alleen maar gekookte witte rijst. En eh, een water zonder bubbeltjes. En een ijsklontje erin. Of een rooibosteetje, En voor de rest gekookte rijst. Geen fratsen, geen basmati. Gewoon rijst. Moet je een dag doen. En dan die dag daarna, dan doe je. ga uh, je uh, je kip. Dat is een hele beroemde. Kop je een kip, kost 3 euro. Dan doe je lekker in de oven. Die eet je, je helemaal op. En moet je dan kijken naar de kleur van je plas. Ja, die is een die, die donkergeel. En dat is ureum. En daar gaat het dan om. En ureum, dat is een meststof. Dus als je een, een boerenhuppeltje partij hebt, kippenboeren, schapenboeren, maakt niet uit. Wat ze produceren is meststof. Het is een manier van bemesten. Ook als mens doe je er goed aan. Om in je eigen tuin te pissen. Je kan, wel naar, het, de, je kan wel naar de intratuin gaan of een biologisch bemestingsmiddel kopen. Je kan ook gewoon plassen in je tuin. Je moet kijken wat er gebeurt. Mm. En dat mag nou niet meer. Want de, wat die koeien dus doen, en die kippen en die schapen en zo, die, er komt een stof vrij, dat, dat, dat is een gasvormige vorm van stikstof. En dat is ammonium, of ammoniak, ja, ammoniak, NH4 uit mijn hoofd. En dat bindt met water en dan krijg je dat basisse spul. Dus dat is ammoniak, wat je, wat je gebruikt om vette oppervlakkige, oppervlakken te reinigen. Dat doe je met die ammoniak. Dat is basis. Dat is bemesting weer. Als dat in de grond komt, de planten die. Heel ja, lekker, oh, stikstof, ja. En dan komt er allemaal stikstof in die planten. Dat is de plantaardige eiwit. En dan heb je beesten, zoals koeien, en die eten die plantaardige eiwitten. En die maken daar dierlijke eiwitten van. En nou, wees eerlijk, een andere koot. Vroeger was dat nog te betalen, een andere Dat vind ik erg lekker. En dan goed, lekker braden met vers gemalen peper erop. Een beetje zout en een klont knoflookboter. Ja, dat is toch uh, iets voedzamer dan hetzelfde gewicht aan spinazie. En je krijgt meer ijzer binnen. Ja, dus de enige manier om ijzer binnen te krijgen volgens mijn informatie, behalve dan ijzerpillen. Van de, de... Die kan je kopen bij het kruidvat. Dacht ik. Nee, die zijn opgezet. Dat is waar ook. En dan gaan ze dus, die boeren, die krijgen allemaal van die hele gekke regels. Terwijl het enige wat ze doen, dat is de boel bemesten. Want die, die, die ammoniak, ammonia-ammonium-dinges, die, die NH3, NH4, en zo, hè? dat gaat dan met water reageren en dan krijg je ammoniak. Dus, dat is dus basis. Nou, dat helpt tegen de zure regen, mag ik aannemen. Ja, dus daar is geen probleem mee en het slaat neer en dan krijg je bemesting daar gaan plantjes van groeien en wat is het probleem dus je zit ergens een kippenboer uh, die gaat begint en die zit uh, een hele berg allemaal verschaalde grond eromheen uh, waar helemaal niks van groeien en dan uh, die kippenboer met al die kippen en dan uh, uh, die kippen scheetjes en al die, uh, die stikstof die slaat neer in die bodem. Dus die, die bodem krijgt dan meer stikstof. Dat heet bemesten. Ja, maar, Piggy, er kan niet alleen stikstof. Er moet ook fosfor bij. En ook kalium. Want anders vinden die planten het niet leuk. Ja, dat snap ik wel. Maar de stikstof is alvast geregeld. En wij krijgen er allemaal regels over. Die we doen, dat we doen. En die boeren worden er knettergek van. En laat die mensen met rust. Maar dat doen ze niet. En ze pikken al die grond in. Dat is wat ze doen. O, oh, kijk, want die, die boeren die weten niet hoe ze om moeten gaan met het land. Dat is namelijk niet wetenschappelijk, wat ze doen. Nee, wat zij doen, dat is wetenschappelijk. Zeker. Wat is er nou mis met bemesting van de grond? Hetzelfde geldt voor CO2. Het is vastkomen te staan dat uh, wat iedereen al verwacht had... Uh, uh, wij weten, verwacht dat dubbele punt. Wij weten dat de CO2-concentratie. sinds het moment dat we die gingen registreren. maar dat kunnen we nog niet zo lang. Het is pas aan het einde van de 19e eeuw. kwam die scheikunde voldoende nauwkeurig tot leven. dat wij de concentratie CO2 konden meten. want die is heel erg laag. En hoe kan je dat dan nou meten? Hoe kan je nou iets meten? Als ze wisten dat de CO2 in de atmosfeer zou moeten zitten. Het was alleen. niemand kon het meten. En we hebben dat pas leren te meten aan het einde van de 19e eeuw. En we weten dat toen de concentratie 0,03% was. Dat is best weinig. Nou, en die is sinds die tijd gestegen met 50. Nee, met een derde. Met een derde. Hij is nu 0,04 procent. Nou, wat moet daar het gevolg van zijn? Als je weet waar CO2 voor dient. CO2 wordt door planten gereduceerd tot uh, glucose. Hoe heet dat? En met glucose kan je van alles doen. Als jij wil weten wat je met glucose kan doen. moet je een studie gaan maken van het plantenrijk. En wat is er dan vastgesteld door de. Never a Street Answer Club uit Amerika? De neusjongens. Die, die, na, die na, na. NASA. <gijntje>, geintje, geintje, geintje. Wat die dan geven. en Dat, dat zijn satellietfoto's. En een of andere slimmerik die heeft uh, die satellietfoto's... door de jaren heen achter elkaar gezet... en aan een computer gevraagd, van, wordt dat soms groener? Dat was de enige vraag. Dus als je kijkt naar het spectrum van de albido, is dat? Dus alles wat de aarde terugstraalt, dat is de, 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 de albido. En je maakt dat, dat spectrumplaatje, dan zie je een verschuiving... In het spectrum. Ja, en die verschuiving is er. Er komt steeds meer groen terug. En dat komt door de planten. En dat komt door die CO2-concentratie die gestegen is. Of die aan het stijgen is. En wat mij betreft mag die nog wel even doorstijgen. Het giftige niveau met CO2 dat is ongeveer duizend keer zo hoog als dat het nu is. Dus ik zou zeggen: twee keer zoveel CO2 en even kijken wat er gebeurt. Straks wordt de Sahara helemaal groen. Dan kunnen al die Marokkanen terug. Of wij gaan daar wonen. Dat ik ook goed. Dan mogen die Marokkanen, die mogen Nederland hebben. En dan gaan wij lekker in Marokko wonen. Want dan is Marokko helemaal groen. Dan gaan we daar dijken bouwen. Er is overal altijd wel wat te doen. En laten we het vrolijk blijven zien. Het gaat over racisme. Wij zijn allemaal slaaf. Terwijl wij nooit... Uh, we hebben nooit iemand besodemieterd. Wat een reden is om... Het was ook niet zo dat wij geboren waren in een criminele organisatie. En die criminele organisatie is onder de voet gelopen. En wij hadden niks gedaan. En we wisten niet dat die organisatie crimineel was. We zijn volslagen onschuldig. En ja, dan weten we ook niet wat we moeten doen. Dan zijn we ook afhankelijk. Dan zijn we ook slaaf. Maar dat hebben wij allebei niet. Wij zijn... Dit is veel erger. Wij zijn zonder meerslaaf. Bij geboorte. Jurk Gliesman en Michael... die spraken erover... en daar moet ik ze nog over ondervragen... die hadden het erover dat nadat... Napoleon Bonaparte. Die moest het veld ruimen. En dat was een scam. En toen had men de schrik er goed in zitten. En toen is men uh, onderhandelingen van vrede gaan begonnen. <laughs> Op drie. Dat was allemaal in het geheim. Daar wist niemand wat van. En dan zijn ze de verschillende monarchen. die zich echt wel bewust waren van dat wat zich had afgespeeld in Frankrijk. Namelijk dat alle monarchen in Frankrijk. Dus een monarch. De mon mono. Dus de alleenheersers. Dus alle alleenheersers in Frankrijk. die waren geëindigd in twee delen. Met hun hoofd in het mandje. En dan zijn ze de rest van die monarchen van Europa gaan bezoeken. En gezegd: van ja, wij komen in vrede. Uh, het punt is dat wij uh, wetenschappelijk weten hoe jij het zou moeten doen. Dus wij stellen voor dat wij je komen helpen. En dan moet je wel naar ons luisteren. Dus wij doen je geen kwaad, we laten je lekker in leven. Alles gaat goed met je kleinkinderen en zo. Alles, alles, niks in, de hand, niks in de hand. We hebben ook het liefste dat je volk niet weet dat wij dit gesprek hebben. We hebben het liefste dat jouw volk denkt dat jij nog steeds de baas bent. En wij doen dan de aansturing van het volk. Dus de, de media. Dat begrijp je nou wel. En dan introduceer je iets als een democratie: uh, stemrecht. Een of de circus: theater. Nou, toen heeft iedere monarch van Europa. Uh, die dacht: oh, ah, laat maar doen. Door Napoleon Bonaparte heeft het behoorlijk wat angst veroorzaakt. Ik bedoel, wij hadden er niet zoveel last van, maar die monarchen wel. Die scheten in een broek. Ja, vind je het gek? De Jezuïeten waren toen verbannen naar Corsica. Of verbannen, die zaten op Corsica. En een, heel, een hele grote club. En dan heel toevallig daar vandaan komt een klein opdonnertje. En die kent dan allemaal die uh, vrij metselaarse symboliek. Want meneer Bonaparte is netjes uh, geschilderd terwijl hij zijn rechterhand onder zijn linker jaspand houdt. En waar zou die hand dan zitten? Want je kan die hand niet zien. Maar waar zit die hand? Ja, die zit op zijn hart. Hij houdt zijn hart in bedwang. En dat moet hij wel, want hij heeft zo'n grote wil. Ja, dit is vrij metselarij symboliek. Leuk uitgewerkt. Mijn dochter heeft dan zo'n liefde voor uh, psychologie en seksuologie. En ja, Zo zijn meisjes waarschijnlijk, maar dat, dat doet ze dan helemaal niks mee. Maar als je dat dan hebt en je wil er meer van weten, dan moet je de vrijmetselarij gaan bestuderen. Weet je gelijk hoe de psychologie van de mens in elkaar zit? Ik zou je daarbij al bij willen adviseren om je van tevoren even in te lezen in het onderwerp. En je Bijbel te lezen. Ja, maar de Bijbel is indoctrinatie. Nee, het NPO-journaal is indoctrinatie, want dat is elke dag op tv. En de Bijbel niet. Dus de Bijbel is geen indoctrinatie. Hm. We hebben het over racisme. Ik kan. Maar racisme. We hebben het gehad over slavernij. Dat is dus geen issue. Not. Nada. Niente. Iedereen hier in Nederland is slaaf. Je hebt je mensenrechten, je krijgt je centjes en ondernemerschap wordt er niet van je verwacht. Ze praten nu al over basisinkomen. Dan hoeven we allemaal helemaal niks meer te doen. Dan ontbreekt elke noodzaak. Dan gaat ieder kind van ons liedjes lopen spelen aan de rivier van Babylon. By the rivers of Babylon. En doen we dat alleen maar. En daar zitten we nu in. Met z'n allen. En is dat erg? Ik zou niet weten waarom eigenlijk. Maar ik, je hoort mij niet klagen over mijn bestaan. Ja, maar perry, ik vind dat je wel heel vaak zit te zeuren over dingen die in je persoonlijke leven zijn gebeurd. En dan denk je toch, ja, het gaat steeds weer over dezelfde personen en heel vaak over vrouwen. En dan ook weer, nou, dan vind ik toch wel een beetje zeuren. Ja, maar dat is educatief bedoeld. Oh, Jezus hing met zijn lichaam aan het kruis. En ik hang met mijn hele hebben. Nou, <laughs> iedereen mag het zien. Iedereen mag ook best weten van, nou. Als je zo'n IQ hebt als Perrie. Dat uh, betekent helemaal niet dat het dan uh, lekker met je afloopt. En dat je stinkend rijk wordt. En kijk, daar heb je wat geleerd. Ik heb nooit rijk willen zijn. En dat is mij prima gelukt. Ik hou niet van eigendom. Het punt met die slavernij is. Je bent slaaf op het moment dat. De, 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 hoe heet het? Je hebt productiemiddelen. Dat kan echt van alles zijn. En een productiemiddel, dat begint met een idee en een uitwerking. En dat heb je voor langere tijd. Dus een, een middel tot productie en dan moet er iemand zijn en die staat s'morgens op en die drukt op de rode knop en die controleert of de machine goed loopt en dat, dat, dat al dat geproduceerde materiaal dat het verwerkt wordt en dan gaat die persoon naar bed He? en wat Adam Smith terecht zei in een harmonieuze samenleving is degene die op de knop drukt. en erop toeziet dat die machine het werk goed doet. en dat ook de productie netjes wordt afgevoerd. dat die de eigenaar is van het productiemiddel? De eigenaar. En geloof nou maar dat Adam Smith heel correct taalgebruik had. En toen kwam er achteraan kwam die, die smeerlap van een Karl Marx. Uh, nou, ja, zo'n smeerlap. Het is belachelijk. Het klopt er helemaal niks van. Je had zo'n zo karakter, die heette Jomanda. Die kon water inzegenen. Wie er al toe nou in zijn neem of zijn hoi en zijn lof of every one that lofs. Dat is 3,50 euro voor een fles water, AUB. Nou, zoiets is Karl Marx. Alleen dan veel vervelender. Die manda wie heeft er nou last van gehad? Ik niet hoor. Maar van Karl Marx wel. Vervelende man. En Karl Marx is van de slavernij. Het hele concept van slavernij. De, de, een poging tot slavernij. De productiemiddelen. Algemeen eigendom. Alles is van iedereen. Schandalig. En ik, mijn dochter vroeg dat ook van ja, maar dat is kapitalisme. Hè? Ja, wat is er mis man? Ik ben zoveel in huizen geweest, dus ik denk van, wat ben ik blij dat ik dit niet heb. Geen geintje. Ik zie al die vierkante meters die je moet moppen. Stofzuigen, al die hoekjes. En dan kun je zeggen, ja, dat is mijn moeder dan. Hè. Ja, maar dan neem je een werkstuur... En, uh, ja, dan is, uh, hoef je er helemaal niks aan te doen. Nee. Dat is ook helemaal niet waar. Allemaal zorg en toestanden. Ik wil helemaal geen werkstof. Ik wil een woning die ik zelf schoon kan halen. Ik heb momenteel in mijn eigendom. Heb ik een aantal kubieke meters. Ja, ja, kubieke meters. Alles ingepakt in plastic. En ik zit met smart te wachten tot de coronatijden het toestaan dat er iemand langskomt op een normale manier. En al die zumpzooi naar buiten sjouwt. En geef het aan een ander. Dan gooi het niet in de, in de verbrandingsoven. Dat is zonde. Alles schoongewassen. Alles in plastic ingepakt. Wat moet ik met dat spul? Dus privé-eigendom is niet... Privé-eigendom is heel erg... Ik kan zeggen aantrekkelijk of zo. En waar het je toe leidt, dat, is dat je eigendom, eigenaar wordt. En dan krijg je steeds meer en krijg je steeds meer. En dan moet je voor al die dingen moet je zorgen. En als je dat graag wil, dan moet je dat doen. Maar ik ben niet zo'n manager. Ik heb liever alles, alle touwtjes zelf in handen, dan dat je afhankelijk bent van een manager. Ook dat nog. Die, die kan je ook nog doen, nee? dat je een manager aanneemt om al je kapitaal te beheren. Maar dan heb je die manager iedere keer. En die manager die loopt allemaal in mooie kleren. En, en dan moet hij met je natuurlijk overleggen. Want jij bent de eigenaar. En uh, ik wil wel dat je zeker weet dat ik alles goed doe. Nee, Ga toch weg? Er iemand als Emirator met zijn positieve gevoel. Ik vind het leuk hoor wat die man doet. Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen. Of Anthony Robbins, maar houd toch op. En wat ze dan doen met die slavernij voor ons, is dat ze dat privé-eigendom gaan beperken. Dat is alles wat ze inlopen te pikken. Dan denk ik, nou, op zich een goed idee voor de mensheid. Dan zijn we allemaal slaaf. Dan kijken we er dan de basis. Hoogeperi, dat wordt een wereldwijde opstand. Nou, dat is ook het enige dat mogelijk is. Dus We hebben een wereldwijde overheersing en die wereldwijde overheersing kan je niet doorbreken met een lokale opstand. Dat is een hele rare strategie. Jij bent een zesjarig jongetje en je speelt tegen Garry Kasparov. En je denkt, nou weet je wat, er staat een pionnetje gratis te pakken. Ik, ik pak gewoon even het pionnetje. Heb ik in ieder geval een puntje erbij. Dan doe je alleen maar een lokale aanval. En dan komt Garry Kasparov, die gaat een beetje lachen, een beetje grinniken En dan denk je, nee, hé, zijn paard staat verkeerd. En hoppakee, klas, op, weg. En als je Garry Kasparov wil verslaan, dan moet je op alle fronten in één keer komen... Uh, moet je zijn. Uh, je kent het wel. Ook Gade Kasparov is ook niet meer zoveel. En waar wij tegen strijden. Wij strijden niet tegen vlees en bloed. Wij strijden tegen principes. De, de overheden. Wij strijden niet tegen monarchen. Wij strijden tegen overheden. Wij strijden tegen principes, principalities. En die principalities, die pakken ons. Die principalities, die overheden, maken ons tot slaaf. En dan gaan ze dan tegen mensen met een donkere huidskleur zeggen. dat wij met een lichte huidskleur hun tot slaaf hebben gemaakt. Maar wij zijn allemaal slaaf. Hoe kunnen de hedendaagse slaven nou de slavendrijverfamilie zijn? Sapie? Ik ga voor deze afronden. Dit ging dus over slavernij. Hè? Dus over racisme en slavernij. Ik denk dat ik alle aspecten van slavernij erbij heb gepakt. En ik zeg je ook nog de, de Babylonische slavernij die wij opgelegd uh, hebben gekregen. Terwijl wij een dutje aan het doen waren. Zo. Maar het meeste gebeurt achter de schermen. Wij konden dat echt niet weten. Dus je, je bent als mens goed van vertrouwen. Dan ja. mag je jezelf niet kwalijk nemen. En we zitten nu in die Babylonische slavernij. In die vorm dan. Je hebt die Babylonische slavernij. Daar zitten we nu allemaal in. Daar moet je je niet zo druk over maken. En je hebt die correcte vormen, tussen aanhalingstekens, noodgrepen. Dus als het uit de hand loopt, dan is slavernij een oplossing voor de ergste gevallen. En nu gaan ze de, de negroïde mensen. Je moet niet pikken, man. We zijn zij, Het is man. dit zijn de witte onderdrukkers. Nee, wij zijn onderdrukt. Dat is een punt. En die mensen van Negerbieden afkomst die tegen ons en tegen onze kinderen en tegen onze kleinkinderen uh, gaan zeggen: We want our money back. Van ons? Huh? Wat slaat dat op? Dit wordt daadwerkelijk, dit, dit is een, een, een psychosociaal-economische uh, uh, onruststokerij. En daarmee typisch Babylonisch. Ja. Er zit geen waarheid in. Helemaal niks. Er is zo'n serie geweest op de MTV. En die luidde Watch My Crib of zoiets. Of My Crib. Kribben, zeggen wij. Mijn nestje. Mijn holletje. En dat waren in vrijwel nou, 90% van de gevallen. Negroïde mensen met meerdere sportauto's. En dan een, een condo. Iets ergens op een heuvel met een zwembad. En een ruimte waar je kan biljart spelen of poelen. Een soort kinderkamer. Voor een volwassen mens. En dan moet je eens weten dat wat je toen allemaal hebt gezien. Bij MTV. Hè, met watch my crib. Of my crib. Van die succesvolle mensen als uh, 50 centen. Zo'n half half. Die song toch van. Ik heb 99 problemen. En daar zit geen teef tussen. Het is raar. Dat is, dat, dat, ik kan me niet voorstellen dat je als blanke man zinkt. Ik heb 99 problemen. En daar maakt de teef geen deel van uit. Dat, dat zong hij eigenlijk. I got 99 problems and the bitch ain't one. Dat is toch 50 cents? En die woont hier op zo'n heuveltje. Uh, waar je grootmoeder nog niet eens wil schijten. Maar er staat een condo met, met een zwembad. En vijf. Uh, Verder veel geinige auto's. Je moest eens dus weten hoe men die ons onderdrukken, hoe die leven. Je moest eens dus op bezoek gaan bij Robert F. Kennedy. Je kom je er al snel achter dat die man die heeft niet één uh, crib heeft. Nee joh. Die barst er van. De weelde daarboven, die gaat voorbij ons vermogen. Uh, wij maken ons druk over het feit dat die meneer Epstein... Uh, dat hij seks had en een sekspartij organiseerde, feestjes organiseerde... en daar waren meisjes aanwezig uh, die we net in de puberteit waren. Die grappige dingetjes. Lolita's. En wij vergeten dat meneer Epstein eigenaar was van een eiland. Ja. Wij zijn blij als we een appartement kunnen kopen en dan zijn wij huiseigenaar. Maar als wij huiseigenaar zijn, dan moeten we ieder jaar onroerend goed belasting betalen. Ja, wie is dan de eigenaar van de woning? Stel, je hebt een kat. Ja? En dan moet je, omdat het een hele mooie kat is. Ja, dus als je een heel kleine kutkatje hebt. dan zeggen ze: ja, zo'n katje, een eurootje per jaar. Maar dan koop je een Persische kat. met een stamboom. En dan zegt de gemeente: ja, nee, maar als je, oh, dan willen we 100 euro per jaar. Want je hebt een mooie kat. Dit is je. Als je een mooi huis hebt. dan moet je veel betalen, jongen. voor je onroerend gasbelasting. Ja. Je bent alleen maar te gast, snap je? Je mag het wel kopen. Maar dat is niets anders dan dat je een balletje goud koopt. Het is alleen maar geld omgedrukt in stenen. Maar het is allemaal van ons, snap je? En ja, dat is de slavernij waarin we zitten. En dan proberen ze ons op te stoken met uh, dat er iets aan de hand is met ons. We hebben alles fout gedaan. Maar nou, dan ga je het ook over hebben. Wat hebben blanke mensen nou fout gedaan? Behalve dat ze. En dan mag je dan misschien niet zeggen. Maar. Twijfel, twijfel, twijfel. En, uh, dus dan ga je hakken en dan zeg je maar. en uh, we hadden het wel kunnen weten. Oh, die negroïde mensen dan niet. Nou, misschien ben ik wel zo dat ik denk dat je de schuld het beste kan leggen bij je eigen soort, omdat je binnen je eigen soort de begrijpelijkste taal spreekt. Dus begin daar waar het het meest eenvoudige is. Oftewel, loop niet te wijzen naar negro wie de mensen... dat zij de schuld zijn. Dat, 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 dat is minder waardig. En je mag ook niet zeggen... Ja, dat die Joden, dat die naar Auschwitz zijn afgevoerd... dat was ook een beetje de Joden hun schuld. Dat moet je niet zeggen... Dat is niet aardig. Ja, dat, die, die slavernijverhalen dus over de. Dat was. En dat, de geschiedschrijving zegt het volgende: dat er waren oorlogen in Afrika tussen stammen. Van in die tijd. Wij noemen dat primitief. Die mensen die, die hadden wel een dorp, maar niet echt uh, met een gemeentehuis en een waterpomp. En, nee, het was meer een uh, uh, plaggenhutte of iets met stro en ah, je kent het wel. En dan gingen ze oorlog voeren en dan verkochten ze de oorlogs, oorlogsbuit. Ja, dat was het. En aan wie? Ja, aan Arabieren. Die Arabieren, als het ware, dat die Arabieren dan wisten: dan was er ergens oorlog, en had die ene stam had gewonnen, dan heb je de hele bevolking tot je beschikking, en ja, wat moet je ermee? Huh? En dan zeiden die Arabieren tegen dat overwinnende volk: van, Nou ja, we kunnen twee dingen doen. Je blijft gewoon lekker met al die mensen zitten, de ook, dat moet je zelf weten. Stel je wil er vanaf. Het waren vervelende mensen. En je hebt gewonnen. Hun gebied is nou van jou. Hè? En, en die mensen, die, die kennen wij ook meenemen. En zo begon er een handel. En die handel, die was er. En die Arabieren, die zijn ook, die zijn zo ver als Ierland gekomen. Hebben ook een heel dorp geroofd. Wat heb je nou te zeiken over slavernij? Ga zeiken bij die Arabieren. Ja, toch? En hele ten dagen zijn er nog mensen uit de Filipijnen... die in Saoedi-Arabië werken onder omstandigheden... waarvan jij zou zeggen, ja, dan ben je een slaaf. Maar dan moet ik bijzeggen, ik zit op de zorg. En mijn collega's, dat zijn ook allemaal slaven. En dan mag je nog massel hebben tegenwoordig als je een raam hebt op het zuiden. Maar hier in Nederland geldt het credo: uh, wie niet steelt of erft, die zal werken tot hij sterft. En is daar wat mis mee? Nou, ik wil eigenlijk niet. Ik heb wel maar geen moeite met werken. Ja, ik heb nou rugdingen. Maar dat is wat anders. Ik was vandaag op mijn werk en ik had de afspraak, had ik me vergist. Dan ben ik weer even bij mijn collega's. Nou, iedereen gekletsen, koffie gedronken. Dat is ook alweer leuk. Het dus slavenbestaan is op zich niet erg, want eigen bezit, ja, wat moet je ermee? Ik heb er nooit van gehouden. Tja, ja, maar Piggy, in je hart ben je dan een communist. Nee, iedereen moet communistisch willen zijn. Dus dat is zo goed ik je. Ik vind dat iedereen goed moet kunnen biljarten. Maar dat krijg je niet voor elkaar. door het biljarten verplicht te gaan stellen in het basisonderwijs. Mensen moeten goed kunnen biljarten. Dat moeten ze zelf willen. Anders krijgen ze er een hekel aan. En wij zijn behoorlijk van het padje af. Die grapperhaus, die zegt... Ja, mensen die zich niet aan de anderhalve meter houden... dat zijn een stelletje aso's. Hij organiseert een feest en daar wordt zich niet aan de anderhalve meter gehouden. En dat was niet asociaal, want dat was een ongeluk. Wij zijn slaaf. Wij worden geïntimideerd. En ze pesten ons. En ik krijg je zelfs het idee dat de plantage-eigenaar. Eh, die vindt dat hij te veel slaven heeft. Ook dat nog. Dus wij zijn met te veel. Dus er moeten er minder komen van ons. Black lives matter. Ja, nou, dat blijkt wel. Het is een behoorlijk zwart leven wat ze ons voorhouden. Oh, het is echt belangrijk hoor, Je leven, er moet echt één groot zwart gat zijn. Dan moet je black life. Dus zijn de black life, je hebt dus de white life. Dan zie je de zon opgaan en dan denk je: oh, wat plankjes groeien. Oh, wat leuke aardbeien, Oh, wat grappig, er komt Piet aan op zijn fiets. Maar dat is de white life, snap je? Dat is zo uh, ja, met licht en alles, uh, van wit en zo. Eh, maar je hebt de black life, dat, dat telt. Het leven in de goot, als onderdrukte. Dat is een mooi nummer van uh, Jenny Arian en die homoseksuele man. Die Sodomit. En uh, dat luidt: Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naar Waarheen kan je gaan? Vluchten kan niet meer. Ja, die zongen nog van, je kan nog vluchten bij elkaar. Maar dat kan ook nog niet meer. Ze moeten nou op anderhalve meter afstand blijven. Dat is allemaal de bok en dat schept een band. Ja, toch? Denk een beetje simpel. En de meeste van die BOA's, dat zijn bange schepenbroeken hoor. Bij het minste of geringste lopen ze huilend naar hun mama. O, oh, hij heeft mij boos gedaan. Het is onze eigen stupiditeit. Ik ga zo dadelijk de volgende over racisme. Dan zal ik ingaan op, op DNA. En afkomst. En ik ga in de tussentijd even in de King James kijken. En dan ga ik het hebben over de zondvloed. En wat er toen gebeurd is. Daarna. Zo. Het wordt heel spannend, want daar begint racisme. Daar begint het. Ja, daar begint racisme. Dat is na de zondvloed begonnen. Met de vervloeking van Canaan. Dat ik het even weet, dus het wordt er echt heel spannend. Maar eerst wil ik uh, even, even door de Bijbeltekst zijn. Maar nou, dat snap je wel. Ja? Tot de volgende over racisme. En dan uh, zo. Zo volwassen mogelijk. Deze was over slavernij, de volgende gaat over DNA.